Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we shoppen, want ik neem jullie vandaag mee naar de Kruidvat. Het is nu vrijdagochtend, het is nog best wel vroeg, het is pas 10:30. Ik dacht ik ga vroeg, want dan is het niet al te druk en is alles nog gewoon in het assortiment en niet allemaal op. We hebben in Tilburg een aantal kruidvatten, ja toch? En de grootste is in de stad. Dus ik ga ook echt naar de stad hiervoor. Want ik wil gewoon een beetje gaan shoppen. Er is niet per se iets specifieks wat ik wil halen. Misschien ook wat make-up. Want dan kan ik een video maken waarin ik allemaal nieuwe make-up test. Maar sowieso ga ik gewoon een beetje kijken naar wat er allemaal is. Ik vind het altijd gewoon heel leuk om te shoppen bij de Kruidvat. Omdat ze echt van alles hebben. Ze hebben echt van alles. En vooral de make-up. Ik ben heel benieuwd naar de make-up. En ik vind het ook gewoon leuk om er een keer gewoon fysiek op uit te gaan. In plaats van altijd maar online te shoppen. Ik moet ook naar de Mediamarkt. Ik moet ook boodschappen doen, maar ik neem jullie alleen maar mee naar de Kruidvat, want vandaag gaat het over de Kruidvat. Dus we gaan samen winkelen en dan aan het einde van de video ga ik ook echt laten zien wat ik daadwerkelijk heb gehaald. Het is vandaag een super mooie dag. Het is nu 23 graden en het zou vandaag 25 graden worden, dus I love it. Dus ik zie jullie zo meteen in de Kruidvat. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren, zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de shoppen. Oké mensen, ik ben bij de Kruidvat. Eindelijk, ik heb een uur in de Mediamarkt gestaan. What the F. Nou, laten we gaan kijken. Oké, deze Kruidvat is echt super groot. Ik begin bij de haarproducten. Even zien of ik hier iets moet hebben. Als je echt een goede haarspray wilt, deze. Dit laat je haar letterlijk plakken. En mijn is bijna op, dus deze gaan we. Kijk, ze hebben ook een krullensectie. Voor alle meiden met krullen. Allemaal krulproducten. Dit is de shampoo die ik altijd gebruik. Dit is echt een fijne brand, maar is wel een beetje duur. Als je wat minder wilt betalen, heb je ook deze. Deze scheelt echt heel veel in prijs. En is ook een best wel goed merk. Maar ja, het hangt af van je krullen. Ik moet ook weer mijn haren zwart maken. Ik wil de Midnight Blue halen, maar er is er maar één. En ik moet er twee hebben, want ik heb veel en lang haar. Misschien is de normale zwarte kleur er ook. Ik haal altijd gewoon de meest goedkope die er is. Gewoon deze van 6 euro. Ik haal gewoon normale zwart noir. Deze blauwe maakt niet eens per se heel blauw. Er is misschien voor like één dag een gloed in het blauw, maar that's it. Zonnebrillen, sieraden. Ik hou van de Kruidvat sieraden. Shut up. Kijk deze. I love it. Ik weet niet wie dit is of wat dit is. Misschien zij. Is zij iemand bekend? Ik heb geen idee. Volgens mij is het haar collectie of zo. Dit is wel echt heel cute. Vooral deze. Deze zijn ook leuk. Oh, I love it. Dit is gewoon de Kruidvat huislijn. Oei. De ringen kan ik nooit halen, want de kleinste maat is S. En mijn vingers zijn zo dun. Ik moet echt XS hebben of zo. Kleurloze lip liner. What the F. Een actie voor 10 euro. Hoeveel was die dan eerst? I don't know. Ik ben wel benieuwd hiernaar. Dit moet ervoor zorgen dat je lipstick niet uitloopt. Ik ben benieuwd of hij echt helemaal geen kleur afgeeft. Laten we kijken. Hij is gewoon echt zo wit. Er is echt helemaal geen kleur. Maar ik vind het juist fijn als mijn lippot een beetje wat kleur heeft. Want dan kan die matchen met mijn lipstick. Dus ja. Lekker lopen. Met mijn te kleine schoenen. Deze schoenen zijn te klein. Ik ga stuk. Oeh, make-up. We komen aan bij mijn fave spot. Ze hebben ook een heleboel nieuwe tassen. Deze had ik gehad in PR. Jongens, dit is echt mijn fave tas. De zogenaamd Chanel. Deze is echt amazing. En niet heel duur. Even zien hoeveel die is. 18 euro. Deze is echt heel mooi. Oké, maar ik wil make-up. Dus let's see. Oeh, Essence. Maar Essence heeft niks nieuws echt meer nu. Even kijken of er iets is van Catrice. Waarom is er niks nieuws? Ja, dit is op dit moment nieuw, maar heel deze collectie heb ik al. Deze glossjes, by the way, als je op zoek bent naar een goede nude gloss. Oh my gosh, deze zijn echt amazing van Catrice en super goedkoop, like 4 euro. Overal weer actie, 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 actie. De Kruidvat zal dus een keer geen actie hebben. Bourjois, heel veel mensen vragen mij om een video te maken hierover. Maar ik heb het gevoel dat dit niet echt een merk is die mij gaat aanspreken. Maar let me know als je het wil zien. De Balm en Flower Beauty zijn twee hele fijne merken. Kosten wel iets meer. Halen mensen nog Max Factor? I don't know. Maybelline. I love Maybelline. Ik zie allemaal acties. Alles voor 10 euro. 1 plus 1 ook hier. Deze mascara is heel fijn. Iedereen raved altijd over deze concealer. Ik ben echt de enige die me echt niks weet. Wat is dit dan? Is het een bronzer? Wat is dit? Ik ga stuk. Hij is zo'n illuminatie driehoek. Beste foundation en concealer als je wilt dat het de hele dag blijft zitten. Beste matte liquid lipsticks. L'Oreal. Fantastisch. 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 Mensen, ik zie niet echt iets nieuws ergens of zo. Dit is allemaal ja, wat er al lang is. Oeh, dit is nieuw. Dit is een lippenbalsem en een lipstick in één. Nou, ik hou van allebei dus. Misschien dat ik deze ga halen. Deze kleur is wel mooi. Een beetje bruinig of zo. Dit is de kleur 191 Nude Heaven. Dit moest ik trouwens ook hebben. Mijn scheerkopjes zijn op.
Even kijken, want hij moet wel matchen met mijn scheermes. Dit is mijn scheermes. En dan zijn dit volgens mij die kopjes. Ja, ik denk dat deze erop kan. Oh my gosh. Oh, dit is zo extra. Kijk deze ringen. Maar welke maat is dit? Hij past gewoon echt. Deze is echt te cool. Vanaf 6 euro. Maar ja, hoeveel is hij dan echt? Ik weet niet. Dit lijkt op een trouwring van een oma. Oh, hier staan de prijzen. Deze grote is 8 euro. Zo goedkoop. Ik ben echt obsessed met sieraden. Oei. Brillen. Heb ik een bril nodig? Kijk dit. Oh my god. Als ik een kind had gehad, dan was dit echt mijn bril geweest. Oh, kijk, dat ben ik. Hoi. Deze is op zich wel leuk. Beetje Man in Black-achtig. Maar ik heb al heel veel zwarte brillen. Lichte bril, wat vinden we hiervan? Ik haal nooit lichte brillen, want ik vind die er altijd zo cheap uitzien of zo. Nee. Deze is op zich wel leuk. We gaan weer verder. Beste aftershare olie ever. Deze is echt fantastisch. Heb ik nog toevallig vandaag gebruikt. Ik ben wel een beetje teleurgesteld in de make-up. Helaas is er niks nieuws. Dat is dus waarom ik altijd make-up online winkel. Oeh, nepnagels. Ik gebruik die niet voor mijn handen, want ik heb acryl. Maar ik heb neppe teennagels op mijn voeten. Ik ga stuk. Die heb ik online gekocht. En die zijn van de brand Kiss. Dus die heb ik nou op mijn voeten. En ze zijn echt geweldig. Ik vind het echt fijn. Maar online is die nou heel de tijd uitverkocht. Ik hoopte dat ik die van de voeten ook hier zou zien. Maar helaas, ik zie hier echt alleen maar voor gewoon de handen. Deze zijn nieuw. Dit zijn wel mooie wimpertjes. Oh, halve wimpers. Ik ben al obsessed met halve wimpers. Deze zijn wel echt heel mooi. Als ik geen acryl had gehad, was dit mijn place to be. Oeh, leuk voor de zomer. Laten we even gewoon kijken bij de Kruidvat make-up. Ik zie een nieuwe highlighter. Sunny side up. Of is het een bronzer? Is dit nou een bronzer of een highlighter? Matte bronzing powder. Glow bronzing powder. Oh, dit zijn gewoon allemaal bronzers. Helaas, ik dacht een highlighter. Wel, een beetje weer allemaal lichte kleuren. Kom op, Kruidvat. Iets meer kleur alsjeblieft. Ik hou altijd van lippies, jongens. Ik heb zoveel lipproducten en ik blijf er gewoon meer halen. Mascara's. Let me see. Nou jongens, ik denk dat dit het echt wel was bij de make-up. Er is niks waarvan ik denk, ja, dit is mooi, dit is nieuw. Hier hebben we wat skincare. Maar oh, wacht. Deze van mij is bijna op. En het is nou 1 plus 1 gratis. Dus haal ik er gelijk eventjes 2. Weet je wat vervelend is aan de car? Is dat die hele tijd zo omlaag valt. Oké, we gaan er verder. We hebben hier lang genoeg rondgehangen. Laten we kijken wat hier allemaal is. Tip voor mensen met een huisdier. Kruidvat heeft heel vaak huisdiervoedsel en snacks in de aanbieding. Ook nou heel handig. SPF moeten we hebben. Oh, ik zie allemaal bronzing producten. Jongens, ik heb al zoveel bronzing producten. Maar toch, elke keer als ik iets zie, wil ik het gewoon hebben. Oh, echt, mijn bronzingla is echt helemaal vol gewoon. Dit ziet er zo cute uit. Kijk, tropical. Mijn fave ondergoed. Oh my gosh, jongens. Jullie gaan niet eens begrijpen. Deze ondergoed allemaal is zo fijn. Ik haal altijd strings, maar je kunt gewoon halen wat jij wilt. Oké, nu ga ik echt letterlijk over op impuls kopen. Dit is gewoon de gang met gewoon allemaal, ja, echt letterlijk van alles. Zoals je kunt zien, voor een loosje naast een borstel. Oh, zogenaamd Gucci. Super trash. Ik ga stuk. Is zij niet failliet gegaan? Dat is ook waarschijnlijk waarom het nu hier is. Flare pants is wel cute, maar die heb ik al. Wat mannenproducten ook. Misschien moet ik iets halen voor mijn denkbeeldige vriendje. Ik vind dit soort hoeden altijd zo leuk. Alleen het probleem is, met krullen is het niet echt heel mooi. Als je lang stijl haar hebt, is het echt prachtig. Maar ja, met krullen is het niet echt heel mooi om zo'n hoed op te doen, helaas. Babyvoedsel. Echt, mensen, ik maak geen joke. Ik heb eens gehoord dat modellen heel vaak zo van dit soort kindervoedsel eten. Vraag me niet waarom. Oké, hier lopen we snel doorheen, want ik ben nog steeds op dieet. Kijk al deze snoep. Oh my gosh, oké, niet kijken. Zo lekker. Oké, ik ben dus nou ook into boeken. En ik zie hier nou allemaal boeken staan die ik nog nooit heb gezien. Terwijl ze er vast al lang zijn. Maar ja, als je niet into iets bent, dan valt het ook niet op. Maar dit lijkt je niet echt op boeken waarvan ik denk, ja, hier heb je echt wat aan. Ik vind het altijd fijn als je echt iets kunt leren van je boeken. Kijk, nou komen we aan bij mijn gang. Oké, ik ben klaar. Geshopt. Nou ga ik boodschappen doen en dan naar huis. En dan ga ik alles laten zien wat ik heb gedaan. Het is tijd voor een haul. Dit is wat ik allemaal heb gehaald, jongens. Ik ga het jullie allemaal laten zien. Het was in totaal iets van 120 euro of zo. Waar is de bon? Ik ben de bon kwijt. Maar het was iets meer dan 100 euro. Iets van 120. Ik heb deze kassa aankoop gedaan. Jongens, dit merk O'Keeffe's is zo goed voor de lippen. Deze heb ik ooit random gehaald bij Douglas. Gewoon omdat ik geen overnight lipmaskers meer had. En ik was er zo blij mee. Dus toen ik hem zag, dacht ik, ja, deze ga ik kopen. Ook echt heel random is dit. Ja, ik weet niet of dit iets gaat zijn. Het is gewoon een 1W
week shot en dan 1 shot per dag. En dit zou dan moeten helpen met een soort van detox. Het helpt bij het functioneren van de lever en spelen een rol bij de gewichtsbeheersing. Nou, dat is iets wat we allemaal willen. Dus ja, 1 shot per dag. Ik ben benieuwd. Ik ga het gewoon nu gelijk proberen. Ik ga hem even openmaken met 1 hand. Gaat dat lukken? Nee. Dit zijn dan de shots. Normaal is dit super vies, maar er staat hierop. Even kijken, appelsmaak. En ik hou wel van appel op zich, dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga er gewoon gelijk eentje proberen. Je kunt het gewoon zo drinken of oplossen in water. Ik ga het gewoon zo proberen. Hij is open. Oké, laten we het proberen. Hopelijk is het lekker. Het is wel oké. Het is lekker zoet. Het smaakt naar appelsiroop of zo. Ja, dit is zeker wel te doen. Ik vond het echt best wel lekker. Ik had het zo niet verwacht. Oh my gosh. Oké, deze ga ik dus gewoon 1 week drinken. 1 shot per dag. We gaan verder. Ik heb mijn panties gehaald. Ik haal altijd echt een stuk of 10 of zo. Ik heb er echt heel veel. Want deze draag ik altijd maar 1 keer. En ik haal altijd 15 dance. Want dan is mijn huid er gewoon goed doorheen te zien. En ik haal ook altijd mat. Want ik vind glans er altijd heel goedkoop uitzien. Mijn fave ondergoed, zoals ik jullie had laten zien. Ik pak altijd een maat M. 5 euro. En deze zijn zo fijn. En je hebt er 2. Kijk, dit is dan hoe hij eruit ziet. Hij heeft superveel stretch. Ik ga het laten zien. Kijk. Hij stretcht superveel ook. Dus het maakt ook altijd mijn figuur heel mooi. I love it. Ik heb mijn Got To Be Glue Extreme Freeze Spray. Iedereen vraagt altijd hoe ik mijn haar altijd zo strak en plat krijg. In een knot of een staart of een vlecht. Dit is dus wat ik gebruik. Ook heel handig voor iemand met een pruik. Als je zo dit eronder doet. Het blijft echt goed plakken. Het is letterlijk glue. Het is net lijm. Even kijken. Ik heb ook deze zwarte haarverf. Ik had nog gevraagd of Midnight Blue er nog was. Maar die is er niet meer. Dus deze ga ik weer indoen. Voor de mensen die ik afvraag, Sarah, het is zo goedkoop. Hoe lang blijft het zitten? Niet heel lang. Het blijft ongeveer bij mij tenminste 3 tot 5 wasbeurten zitten. En ik was mijn haar 1 keer in de week. Dus op zich ja, kan ik er dan wel ongeveer een maand, 1,5 maand mee vooruit. Maar als je je haar echt vaak wast, ja, dan gaat het er op zich wel echt best wel snel uit. Oh ja, deze scheerkopjes. Altijd handig om te hebben. Jongens, vervang deze. Ik weet dat mensen deze nooit vervangen. Maar het is echt belangrijk dat je het vervangt. Want anders ga je ingegroeide haren krijgen. Uitslag, et cetera. Ik heb mijn micellair water ook gehaald. Maar ik heb nou een andere gehaald. Normaal haal ik die blauwe. Maar ik dacht, ik ga voor deze gelige. Want er staat hier ook op, even kijken, voor waterproof make-up. En mijn make-up is vaak, ja, best wel moeilijk om eraf te halen. Waarom is mijn nagel zo vies? Wat de F? Dus ik dacht, misschien is deze beter. Gezicht, ogen, lippen zonder afspoelen. Dus ik dacht, ik ga deze proberen. En het was volgens mij 2 halen in betalen. Ik heb ook wat make-up gehaald. Dit is de make-up die ik allemaal heb gehaald. 2 zijn voor mij nieuwe producten. En 2 ken ik al. Deze ken ik al. Dit is echt de beste matte liquid lipstick ever. I love it. En ik heb hem nou in een andere kleur gehaald. Poet. Oké, dus dit leek mij een hele mooie nude kleur. En deze Kruidvat lipstick pen potloodachtig. Deze zijn heel fijn. Deze heb ik in het rood. Maar ik dacht, ik haal hem ook in een nude kleur. Want deze zijn zo makkelijk om mee te werken. En ze gaan er ook niet heel snel af. Dus deze is gewoon heel makkelijk en snel. In de kleur 020 Lovely Bear. Dit is dan hoe die eruit ziet. Zo'n groot potlood. En dit is dan de kleur. Een beetje rozig. Ik ga het laten zien in het licht. Kijk. Oeh, mooi zo in de zon. Ik ga stuk. Kijk, dit is dan de kleur. Heel mooi. En dan 2 producten die nieuw zijn voor mij. Van L'Oreal. Deze lip balm / lipstick. In de kleur 191. Ik ben hier heel benieuwd naar. Deze ga ik denk ik in een video testen. En ook deze mascara van Makeup Revolution. Ik heb online heel veel goede verhalen hierover gezien. Dus ja, ik ben benieuwd. Kijk even deze foto. Zou dit echt zijn? Daar twijfel ik al wat aan. Maar ja, whatever. Dus dit is de make-up die ik heb gehaald. En last but not least, wat sieraden. Want jullie weten, ik hou van sieraden. Ik was nog aan het klagen over, ik pas geen enkele ring. Toch heb ik er eentje gehaald. We will see of ik hem pas. Van al die ringen daar heb ik letterlijk de grootste gehaald. En hij past gewoon. Want dit ding is een beetje zo stretchy zoals je kunt zien. Dus hij past gewoon. Ik ga het weer laten zien in het licht. Oh, kijk hoe mooi het blinkt. Dit is zo extra, maar I love it. Hij past ook echt goed. En ik denk doordat hij dus zo stretcht, kan hij echt om elke vinger. Ja, kijk, ik heb hem van een vinger gewisseld. Hij stretcht gewoon helemaal mee. Dat is wel echt ideaal. Vooral met mensen met een hele aparte ringmaat als ik. En dan nog deze oorbellen. Deze ring was 8 euro. Deze oorbellen zijn 9 euro. En deze zijn 7 euro. Deze vind ik ook echt heel cute. I love it. Nou, en dat was het dan, jongens. Dat is alles wat ik heb geshopt. Oké, dit was dan mijn Kruidvat shop avontuur. Dit is de eerste keer in 5 jaar YouTube dat ik zo'n video heb gemaakt waarin ik echt uitgebreid in de winkel shop en klets met jullie en alles laat zien. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben van plan nog meer van dit soort video's te maken voor andere winkels. Dus let me know als je dat graag zou willen zien. En laat me ook gelijk weten welke winkels je graag zou willen zien. Want ik ga gewoon overal heen. Het maakt niet uit wat het is.
is. Kleding, schoenen, make-up. Wat voor winkel jullie ook willen zien. Let me know. En dan gaan we daar samen shoppen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!